Goedemorgen, het is donderdag. Tijd voor een nieuwe vlog. Vandaag ben ik aan het werk. Ik heb tegenwoordig echt een werkplek gecreëerd. Dus ik heb een toetsbord, een muis, een muismat, jazeker. En dan heb ik zeg maar mijn ding op zo'n standaard staan. Omdat we voorlopig nog wel even thuis werken en ik toch een beetje het gevoel dat ik klachten begon te krijgen, vooral in mijn rechterschouder. Dus ik dacht, laat ik toch maar een beetje het iets professioneler aanpakken. En ik moet zeggen, het werkt echt heel prettig, dus daar ben ik wel moe content mee. De kids zijn naar school en vandaag heb ik nog een drukke dag op werk. Ik ga zo overleg in. Ja, verder hebben we natuurlijk weer weinig plannen, maar het wordt wel heel lekker weer. En het is Pinksterweekend, dus een lang weekend. Ik denk dat Niels echt helemaal niks meer van begrijpt. Hij heeft dus deze week 3 dagen school en dan volgende week valt de maandag weg, heeft hij alleen de donderdag. En de woensdag is dus om de week, dus die is dan ook niet. En die week daarna is het gewoon weer fulltime. Ik denk, die jongen snapt er helemaal niks meer van. Maar goed, maakt niet uit. Dus misschien dat we dit weekend ook weer even lekker bij mijn ouders in de tuin gaan. De kids hebben daar gisteren al lekker in het badje gezeten. Ik ben ook echt weer aan het werk met een planner, omdat ik zoveel acties in mijn hoofd heb, dat ik altijd helemaal gallig word. Dus ik heb de Masha planner weer uit de kast getrokken. Dus ik probeer nu per dag voor mijn werk de acties, zodat ik het een beetje goed kan verdelen over de week. Want nou ja, als ik hele dagen vol overleg heb, kom ik natuurlijk nergens aan toe. En ja, normaal, weet ik niet, normaal zit het toch makkelijker in mijn hoofd wat ik dan allemaal nog moet doen. En nu moet ik het toch wat gestructureerder aanpakken, merk ik. En dan heb ik ook nog wat acties voor thuis. Bijvoorbeeld de vlog moet natuurlijk dit weekend online komen. En morgen moet ik het huis schoonmaken. Ik wil iets met de financiën. Iets met, nou ja, van alles moet ik nog iets doen. Iets met mijn management moet ik nog doen. Dus ik heb allemaal van die dingetjes en sporten. En dan heb ik, schrijf ik nu bijvoorbeeld op. Maandag heb ik gezoombaat. Dinsdag heb ik mijn armen en mijn buik gedaan. Gisteren. Mijn benen en mijn billen. Vandaag heb ik een rustdag. En zo probeer ik elke dag wat te bewegen. In plaats van, normaal sport ik 2-3 keer in de week. En nu probeer ik juist bijna elke dag wat te doen. Omdat je natuurlijk de hele dag in deze houding zit. Dus als ik dan in ieder geval elke avond zeg maar iets probeer te bewegen. Dan voelt dat toch prettig. En dan heb ik het bijvoorbeeld met die armen en buik. Dan is het 10 minuten buik, 10 minuten arm. Dus niet dat ik dan 3 uur ga staan sporten. Of 5 minutes, begrijp ik, 5 minute workouts. Dus gisteren heb ik 5 minute legs gedaan en 5 minute butt. En toen heb ik ook nog armen gedaan. Gewoon dat ik dacht dat nu ik er toch sta. Dus dan is het uiteindelijk 1 kwartiertje, 20 minuten workout. Dus niet heel veel, maar heb ik toch een beetje bewogen voor mijn gevoel. Dus het is het weekend gaat weer beginnen. Goed, ik ga aan het werk en ik neem jullie weer mee dit weekend. Ik heb trouwens een jurkje aan van, ik zal even laten zien, My Jewelry. Het is een lang jurkje en ik heb er super charmant. Met Perks of thuiswerken, warme sokken onder, want Sven had net het raam opstaan en ik vond het maar fris. Ik heb daar de radio aan staan, tenminste nu niet, want ik praat met jullie, maar voor een beetje sfeer. Maar die moet zo uit, want ik heb over 2 minuten overleg. Dus ik ga weer aan de slag. Nee, de hand. Beestje. Heb je wat eens opgemaakt? Nee, maken. Goedemorgen, het is vrijdag. Beer wordt even opgemaakt. Eén ook. Ja. Eén. En ondertussen speelt Niels mooi gitaar. Mijn vrouw was vannacht weer eventjes niet zo blij. Gisteravond ook niet. Dus het was weer gezellig. Maar ze krijgt een tandje. Oh, nee. Deze. Naast deze tekens nu deze. Mijn kinderen zijn allebei. Ja, mond hè. Ja. Mijn kinderen zijn allebei niet zo snel met tanden, maar is prima. Nee. Mama, ik wil een spooknummer aan. Een spooknummer? Dat klinkt ook wel een beetje spannend. Ik ben aan het schoonmaken. Sven is nu net de deur uit met de kids. Want zij gaan even. Al papier zo wegbrengen en een taart halen. Want voor mijn werk moet ik iets filmen. Omdat dat doen we normaal live, zeg maar. Maar dat kan nu niet. Omdat we niet met een grote groep bij elkaar mogen zijn. Dus we moeten nu allemaal iets filmen. En daarvoor heb ik een taart nodig. Dus dat gaat er gebeuren. En nu ga ik stofzuigen en dweilen. De rest heb ik al gedaan.
Alleen het toilet er nog, maar dat doe ik straks. Dus dan ben ik klaar met huis gaan maken. Mama. Goed zo, Niels. En ook hier, ook 1, 2. Hoppa. Hoppa, de E. Kijk, hier is nog zo'n E. Ja, de B van bakken. Ik ga even ijsjes maken. Ik heb namelijk ik heb al zo'n vormtje waar je 6 van die ijsjes insteekt. Maar dat past eigenlijk nooit lekker in de vriezer. En deze. Wow. En deze zijn heel klein en plat. Dus ik dacht dat is precies. Oh ja, precies handig voor de kinderen. Dus ik maak een aardbeienbanaan yoghurt ijsje. Als ik maar goed gaat. Zo. Het is een recept van. Ja, ik pas het een beetje aan hoor, maar het is van voedzaam-en-snel.nl. Het is gewoon een aardbeienyoghurtijsje. Dit lijkt me wel geslaagd. Dus. Nou, we gaan eerst testen of hij het zonder doet, hè. We gaan testen of het bootje blijft drijven. We hebben een schoolopdracht. Niels heeft een bootje gevouwen. Nou, hij is al heel recht, Niels. Maar kijk, de piraat moet erin. Ja. Omdat er wel een piraat hoort. Nou, doe er maar eens een piraat in. Hoppa. Ja, piraat. Ah, vreemde boord. Nou, hij is gewoon al hartstikke recht. Goed zo. De eerste pagina van mijn moodboard is af, namelijk de keuken. Met onze keuken heeft zeg maar. Zwarte deuren met houtnerf. We nemen waarschijnlijk zo'n vloer of we nemen een grijze gietvloer. Waarschijnlijk een houtloop PVC. We hebben. Oh, het lukt dat ik deze keer het omhoog geplakt. Dit is in ieder geval onze stoomoven. Of hij lijkt er in ieder geval heel erg op. Het ziet er een beetje zo. Tenminste, we hebben ook zo'n nisje, maar dan veel kleiner en onze muur is veel hoger. En dan is het eiland heeft hooggans wit met een betonloek blad, zeg maar. Tenminste, betonloek. Het is keramisch blad. Keramiek blad, zo. Met van die doorgetrokken lijnen. Stalen deuren. En we willen ook nog iets van een groene wand doen. En Sven wil heel graag gewoon de plafonds ruw laten, maar dat weet ik nog niet. En dit is een beetje de kruk die we willen. En hier zie je ook nog een eiland wat zo doorloopt. Deze moet ik even opdraaien. Goed, dit is een beetje het eerste plaatje. We gaan even bij het nieuwe huis kijken. Ik heb een shirtje aan van My Jewelry. Het rokje, volgens mij van Stradivarius en schoenen van Vans. Even kijken hoe het erbij staat. Nou, dit is het eindresultaat. Het is aardbeien, Elin. Proef je het? Aardbeien, oh, lekker. Oh. Ja, het is wel koud, hè? Goedemorgen, het is zaterdag. Helemaal in de warmte met die dagen. Wat lijkt mijn haar licht. Heerlijk. Ik heb net gewassen. En ik heb de fudge paarse shampoo gedaan. Dus daardoor lijkt het denk ik lichter nu. Niels wil straks sporten. Kijk of hij deze week wel wil. Of hij wil wel, maar vorige week was hij in diepe stress met zichzelf. We gaan zo even naar buiten. Het is lekker weer vandaag. En... we hebben geen plan. Ik denk dat we ergens een ijs gaan eten. Dat soort spectaculaire activiteiten. Ik ben nu nog even iets voor mijn werk gaan doen. En dan gaan we lekker naar buiten. Boodschap lijstje gemaakt. Dit is dan niet voor komende week, maar voor de week erop. Dan gaan wij op zaterdag uit eten. Ik ga maar even laten zien. Op zaterdag uit eten, want dan zijn wij 5 jaar getrouwd. Heel romantisch. En dan zijn de restaurants weer open, dus ik ben heel benieuwd. Dan eten we pizza op zondag en dan eten we zo altijd zo'n bloemkoolbodem pizza. Dan maandag avondje ertjes en gehaktballen. En op dinsdag eten we vegetarische spaghetti of pasta. Op woensdag eten we de nasi goreng weer van Ghost Five Days met een omeletje erbij. Op donderdag zoete aardappel, mais en groente nuggets. En op vrijdag eten we pizza met falafel en allemaal rauwkost. Dus dat is een beetje ons boodschappenlijstje. En dan heb ik daarnaast nog de basisboodschappen. Alles bananen, brood, dat soort dingen. En dat bestaat dan mijn picknick. En ik ben gemiddeld zo'n
90 à 100 euro kwijt per week. En daar zit dan nu ook mijn lunch bij. En dat is meestal een salade of iets in die richting. De hysterie barst los. Ik maak zelf mijn werk af en dan ga ik naar buiten. Ik ben bezig met het eetgedeelte, dit niet hoor, dit is de badkamer, van Helin. Maar ik heb dus hier nog een heel leeg stuk. Dit is nog een stukje toilet en hal. Maar ik kan gewoon geen eettafels vinden die we willen. Of ik heb er niet op gefocust, maar ik heb nu nog een aantal tijdschriften erbij. Ik wil even kijken of ik de hier al zie. Oh. Ik weet niet wat het is. Eigenlijk ook niet heel veel op Pinterest. Dus of we nou echt iets onmogelijk zoeken, ik weet het niet. Maar we zoeken gewoon eigenlijk een hele lange tafel met verschillende stoelen. We weten nog niet helemaal wat voor materiaal. Omdat er waarschijnlijk ook een houten vloer, dan is hout op hout misschien niet mooi. Maar misschien wel met een stalen poot ertussen. Of misschien toch ja, een ander soort tafel. Maar in ieder geval heel lang. We hebben nu ook een hele lange, maar we willen misschien iets subtielere variant. Zeker omdat dit denk ik net mooi bij de vloer past, maar ja, een beetje aan het zoeken. En ik ga even mijn batterij opladen, want die is bijna leeg. De heren zijn even naar buiten. Mijn vrouw ligt te slapen. Ik ga nu even checken of die te hard of te zacht. Zoom aan. Thuis, uiteraard, via Zoom. Dus de kids zijn even buiten spelen. En nou, dan gaan we aan de slag. Lachen. Zeggen nu allebei even uit te rusten, want ja, allebei. En nou, sowieso natuurlijk één in slaap nog tussen de middag, maar ja, Niels die trok het ook niet. Het was niet echt te hard. Ik heb nu geen make-up nog. Ja, ik heb mijn mascara op laten zitten, maar ik heb na het sporten. Ik weet ook niet waarom ik vanmorgen überhaupt make-up op had gesmeerd, maar ik heb na het sporten. Ja, loop maar. Kan je zien. Ik heb na het sporten heb ik gewoon dat eraf gehaald en het is wel goed. Dus ik heb alleen mijn mascara nog op zitten en mijn wenkbrauw. Dus nu even meetime, dus ga ik het gebruiken. Die gaat lekker gestikken worden. Deze. Ja, die ga ik ook pakken. Kijk, ik heb een coole sticker zitten. Het enige is dat één heel veel kou is. Dat ik nog niet goed weet wat ik daarmee aan moet. Ja, dat is lekker voor de wind. We zijn nog een plekje met de kids naar buiten geweest en nu zit ze heerlijk in bad. Want ze is wel even lekker met al dat snot van Helin. Het is wel gewoon doorzichtig, dus het is niet ontstoken of zo, maar het is toch nee. Maar ja, we zouden morgen naar mijn ouders gaan. Zouden we lekker de hele dag daar met mijn ouders gezellig en in de tuin en kletsen. Lekker de kindjes in het badje en zo. Maar ja, ik weet dus nu niet goed of dat kan. Met Helin. Dus ja, ik moet even met mijn ouders overleggen. Morgen heb ik nog een extra dagje weekend vanwege Pinksteren. Maar eerst eventjes wasjes aanzetten, want dat is altijd wel lekker als al die zooi weg is. Zondag was toch. Maar heb ik gisteren gewassen, over wasdagen gesproken, maar ik heb nu al niet echt meer zitten. Maar het is misschien ook omdat ik gewoon geen gezichtsmake-up op en deze. Ik moet zeggen, het is veel rustiger sinds ik ben nu net weer een paar dagen Estée Lauder Perfectly Clean aan het gebruiken. Volgens mij vertelde ik twee vlogs geleden. Mijn huid zo onrustig was hier. Dit is toevallig nog eentje. Maar eigenlijk is die ook al gewoon klaar. Is dat meer gewoon nog een restje. Maar eigenlijk zijn alle andere pukkels nu gewoon helemaal weg. Dus daar ben ik echt moeie content mee. Dus of dat aan de SM Perfectly Clean ligt of niet, weet ik niet. Maar in ieder geval ben ik blij dat ik het weer gebruik. Laat ik het zo zeggen. Ik ga zo ook lekker mijn rest van make-up eraf halen. En dan goed, mijn eerste overruimen. Nou, kan dat.
goed. Ik kan wel Duits, komt er nu alleen even niet uit. De chef is even de een en ander aan het maken. Ze heeft het open krabben. Is dat voor Niels? Ja. Oké, okay, nou breng me naar Niels. Ondertussen kijken we de finale van Lege Mas, nu even reclame. En de ene gaat zo naar bed. Zo, ik wel lekker vinden. Nee, we hadden vannacht een mug in huis, dus dat moeten we straks nog even voor op missie. Maar goed, dat wel. Ik zei net tegen zojuist, je moet niet zo krabben als je jeuk hebt. En ik had de crème opgesmeerd en nu wilden ze ook bij baby ook crème. Want de baby had ook jeuk. Dat soort dingen heeft ze zo snel door. Dus ik had even koken voor me. Ja. Maar soms heb ik ook geen idee wat ze zegt. 9 van de 10 keer wel, dat is heel goed, maar wat ze nu zegt. Ja, uiteraard moeten we daarna altijd zelf aan de slag met de Lego. Kijk, en dit is Niels dus allemaal nu aan het bedenken. Op basis van de gewonde jungle. Lekker bij mijn ouders, ik heb een badpakje om. En dit is trouwens een badpak van de Hens. Ik vind vooral de rug heel leuk, maar die wil ik niet echt laten zien. Maar het is gewoon een mooie lage rug. Ellie gaat nu naar bed. Ik ga Niels zo ook even te slapen leggen, want die is een beetje gehumeurd, laat het zo zijn. En ik ga nu even de veten wonen. Deze die mama nog op pad liggen voor wat huisinspiratie. Omgenot van een San Pellegrino. En nou, mama heeft mijn andere badpak ingenomen. Dat was te wijd geworden. Bij de, hoe heet het? Bij mijn, zeg maar bij hierachter. Goed verhaal. Dus kom ik als herboren terug. Heeft ook weer druk. Wij zijn weer thuis. Ik heb echt 2 vliegen in mijn hoofd.